Ja, Kees. Nu heb ik de ganse linie bij je gewerkt. Met een vliegje maar binnen schuiven. Weet heel veel vanmiddag allemaal eens geweest. Ik weet niet allemaal eens geweest. Nou, dan begin ik. Op de eerste plaats moet ik zeggen dat we een hele, hele, hele schone heetse kinderdebuur hebben gehad vandaag. Vinden ze dit? Dat vind ik wel zeker prima. Vind jij dit? Oké, we hadden nou een geweldig publiek, we hadden schone muziek, we hadden een goede techniek, twee jongens die wat geweldig alles klaar hebben gezet. En wij hadden nog meer. Dat zullen we eens even gaan vertellen. En dan doen we die een flinke buitenmas geven, die gaan even alles klaar, de handjes op elkaar, en dan komen er pisten van achteren de zaal op. Laat ze maar komen!
en Maarten nog even bij mij komen. Ja, ik heb hem allerlei vrede gegeven, waarom ik even kan beginnen. Maar dat tijd mag tijd, een paar wat goed ogen gedaan. Dus doen we maar lief plaatsen gedeelte. Wij staan de eerste. We hebben goedje van je. Doe weten en laat het verstaan. Dat jij, Adam Martin, werd gereden in de ogen van het rugbeslaagskis. Hiwi, op andere heeft het eerste aan deze ogen verbonden. En zo nog even verder. Om mijn lieve spreuk, rubberstek aan de kant, nu heb ik de scepter in de hand. Heet ze? Heet ze? Heet ze? Ja, jongens, meisjes, volgens mij zijn er nog twee man niet gedurfd. En ik moet even ver op de rand van de buurt kunnen staan, dat iedereen ze nog even kan zien. Oos! Onze professor en zijn assistent, onze presentatoren Rob en Cor, geef ze een goede applaus. Tot slot, van deze 22 kilometer willen wij samen met het publiek en iedereen hier op het podium een liedje zingen, wat we al 4 jaar zingen met de kinderrevue. René, stap te buiten, iedereen met lekker met, naast het publiek. Ja.